Het bureninitiatie TLF geeft elk jaar haar omgeving een schoonmaakbeurt. Dit doet zij op eigen initiatief en in samenwerking met het commissariaat Wanica Zuidoost. De coördinator van deze organisatie, Merleen Cameron, hierover. Dit is het initiatief van de buren van het Housing International project. Dat doet Livo bij de Houtenbrug. Ik zeg het expliciet zo. Omdat je over de Toetlivo-kanaalweg heb je twee bruggen. De Pitonnenbrug, dat is bij het Maratrette-project. En wij zijn bij de Houtenbrug. Persoonlijk woon ik al 10 jaar in dit project. En al 10 jaar zijn we met ons project bezig. De helft van het project had stroom, we hadden geen vuilophaal. Alles hebben we langzaam zelf gedaan. En we hebben niet zitten wachten tot de overheid heeft aangegeven van er wonen mensen hier. Nee, we hebben alles zelf. Het begon eerst met 15 huishoudens. En nu zitten we al boven de 75 huishoudens. Het is een jaarlijkse activiteit die wij zelf doen. Te bedenken dat dit project nog onder de particulier valt. Dus zulks betekent dat wij geheel en al afhankelijk zijn van de verkavelaar. Maar al met al zetten we ons in om via het commissariaat van Wanica krijgen we dan de medewerking van DC Hankers. In dit geval heeft ze ons met de Scribel ondersteund. Enkele maaiers. En ook de wegenautoriteit heeft ons ook geholpen met een paar maaiers. Wat we hier hebben, de Toetlivo-kanaalweg links is hoog. Dat zand was dan terug bij grote regenval in de binnenwegen. En ons project is betegeld. En dan komt alle zand dan naar binnen en dan gaat die dan in onze sloten. En die sloten laken dan, ze slippen dan dicht. En dan krijgen we dan wateroverlast in de buurt. En het was de bedoeling dat we onze brug een kwastje zouden geven. Maar we gaan dat voor een andere dag inplannen. Want dan moeten we ze moeten ons toestemming geven om die brug af te sluiten. Zodat we veilig kunnen schilderen. Met dit weer kunnen we veel meer bereiken. Dus daarom hebben we vandaag precies, de DC heeft ons aangegeven. Dat we liever na 15 augustus konden inplannen. En ze heeft zich aan haar woord gehouden. Ondanks dit niet, nog niet onder de overheid valt. En voor de rest zetten wij alle schouders onder het werk. Mensen komen met vuilzakken. Hier en daar wordt er drank afgegeven. De DC heeft vanochtend zelf meegewerkt met de laarzen gewoon. Samen een overtollig zand weggehaald. En ik denk dat we zo tot 1 uur nog bezig zijn. Hoe staat het dan met de bussen, busvervoer? Komen er bussen naar binnen? Ja. Het Nationaal Vervoerbedrijf onderhoudt deze route. De busverbinding is heel goed. Het enige wat we nog in het verschiet hebben, is wat we nog willen plannen, is een loopbrug. Want deze brug is een eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent voetgangers, alles op één moment op de brug. Maar voor de voetgangers, maar dat zou dan het openbare werken, want de Toetlivo-kanaal wegvalt onder onderhoud van openbare werken. En zij moeten besluiten als er bruggen of loopbruggen over de Toetlivo-kanaal gaan. Maar het ligt in de bedoeling dat men dat wil doen voor het langzaam verkeer. Vanuit mezelf bedank ik alle buren die hebben geparticipeerd. Ik zeg ook, we zijn allemaal Surinamers. Het gaat niet overal zoals we willen. Iedereen wacht op de overheid. Maar je kan het ook anders aanpakken. We willen aan de minister van Openbare Werken vragen om ons een handje te helpen met een excavator om de onderhoudssloot, de afwateringssloot achter het project voor ons aan te pakken. Het commissariaat heeft die tools niet. Dat is een pakje aan van openbare werken, want die onderhoudssloot komt uit op de Toetlivo-kanaalweg. En zo loopt onze afwatering weg. En dat is voor openbare werken. Dus we vragen van hieruit de minister Tjotkan, als hij hiervoor de aandacht kan hebben, zijn werkarmen hier naartoe kan delegeren.